Hoi allemaal, vandaag is het tijd voor mijn favoriete van de afgelopen maand, van de maand januari. Ik was nog een beetje in twijfel of ik hem zou doen, maar toen dacht ik, ik heb er in ieder geval een aantal die ik heel graag wil laten zien, waarvan ik er bij twee twijfel of ik ze niet in mijn november favorieten heb laten zien, of dat ik ze wel net in december heb gekocht, dus weet ik niet meer zeker. Maar die komen in ieder geval voorbij. Het thema is foundation en paletten, denk ik een beetje. En nog wel wat ernaast, maar dat is het belangrijkste. Ik hoop dat het licht blijft, want het is echt dramatisch met het weer. Ik heb net deze Everyday Makeup Tutorial opgenomen. Ik weet niet precies welke eerder online komt. Volgens mij komt de make-up tutorial eerder online. Dus als je daar benieuwd naar bent, blijf even kijken. Of kijk even op mijn kanaal, of misschien kan ik hem hieronder even linken. Maar in ieder geval, het is dramatisch weer buiten. Dus ik hoop dat je me kunt blijven zien. Laten we beginnen met foundations. En de twee die ik het meest gebruik heb de afgelopen maand zijn deze twee. Ik begin met deze, die heb ik nu ook op. Dit is de Youth Labs CC Complete Cream. En dit is een hele fijne CC cream voor de normale tot droge huid. En ik heb een droge huid, ik vind hem heel fijn werken. Hij dekt light to medium, maar hij heeft een heel natuurlijk gevoel. Hij geeft echt even een, het ziet er gewoon fris natuurlijk uit, maar dekt toch wel best wel redelijk, vind ik zeker voor een CC cream. Hij voelt luchtig, hij droogt absoluut niet uit. De kleur is heel goed voor mij. Volgens mij is er maar één kleur van. Tenminste, ik zie er geen kleurnummer op staan. Maar deze kleur is in ieder geval heel goed. Maar ik heb geen idee waar je hem kan kopen. Als ik het kan vinden, dan zal ik het, als ik gaan denk, even hieronder ook linken. Maar ik vind hem heel fijn. Hij zat ooit een keer in een duty box, pretty box of wat het dan ook was. En ik gebruik hem nu heel graag. Zoals je kunt zien, is hij al voor een heel eind op. Ik vind hem heel fijn. Geheel aan de andere, ik heb ook geen idee wat de prijs van, dat, van diegene is. Maar wat ik wel weet is deze niet zo goedkoop is. Dit is de Chanel Le Beige Healthy Glow Foundation. En hier is twee weken geleden ongeveer een eerste indruk video van. Heb ik hem in laten zien. Dus als je benieuwd bent naar hoe die op mijn huid zit en zo. Het is ook weer een medium dekking. Een stuk droger dan de CC cream. Eigenlijk net iets te droog. Voor in de winter voor mijn huid. Maar ik vind hem zo, het effect zo mooi. Echt een glow from within. Het is niet je standaard dewy foundation look. Het is echt anders. En dat vind ik er wel heel mooi aan. Het is gewoon echt, hij oogt namelijk nog vrij mat. Daarom is hij ook een beetje droger. Dus ik moet echt flink crème ondersmeren. Wil hij bij mij mooi zitten. Maar als hij zit, zit hij als een huis en ziet hij er echt prachtig uit. Dus voor een vette huid zou ik hem zeker proberen. En voor de droge huid, ja, probeer het even uit. Ik heb een testertje gehad en die vond ik echt, vond ik prachtig. Ik dacht, wauw, wat is dit? En sindsdien zit hij in mijn hoofd en ik heb hem uiteindelijk aangeschaft. En ik ben er heel blij mee. Ik heb de kleur N20. Dat is voor mij een redelijk goede match. Een proefje wat ik had was een N30. Maar die was, dat is echt mijn zomerkleur. Dus ik kan beter iets lichter nemen. Die is misschien soms net iets te licht. Nu kan het prima, maar dan, anders kan ik hem nog een beetje vermengen. Maar echt een hele mooie foundation. Dat was een redelijk prijzig item, maar dat is deze ook zeker. Je ziet het al aan het fluwelen doosje. Zo kan je het beter zien. Daar staat een logootje op en dat is het logootje van Dior. Dit is de Dior Show Mono in 658 Cosmopolite. En daar heb ik net een eerste indruk, of nou ja, tutorial van mee opgenomen. Voor wie Masha van Beauty Gloss volgt, die kent deze uiteraard denk ik wel. Want die zat in haar jaarlijkse favorieten. En daardoor was ik er heel benieuwd naar. En hij was op een gegeven moment in de aanbieding, dus dacht ik, let's go. En het is deze kleur. Het is een beetje een metallic taupe kleur. En ik vind het echt een prachtige kleur. Het is een beetje bruin. Het is een beetje, ik heb hem dus nu ook op. Het is gewoon een hele makkelijke kleur. Dit is wat ik graag draag, zeg maar, everyday. Als ik een feestje heb, zet ik hem gewoon wat zwaarder aan. En doe ik het ook onder mijn ogen. Vind het echt een hele mooie, fijne oogschaduw. De textuur is heel fijn. Blendt heel makkelijk. En dit is dus echt, zo gedaan. Als je het tutorial wil zien, kijk vooral eventjes. Sowieso voor mijn hele look. Maar dit is echt een favoriet van mij van de afgelopen maand. Heel erg blij mee. Mijn eerste echt, zeg maar, zo'n Dior oogschaduw heb ik echt nog nooit gehad. Soms moet je even lief zijn voor jezelf. Dan drie paletten, waarvan ik er bij twee niet zeker weet of ik ze al heb laten zien. Maar deze heb ik volgens mij sowieso nog niet laten zien. Of eigenlijk wel, want ik heb hem in mijn jaarlijks favorieten volgens mij laten zien. Alleen,
toen in december had ik geen maandelijks favorieten. Dus vandaar in mijn jaarlijks favorieten. Dat is de Zuffa Caramel Melange. Nou vind ik Zuffa paletten sowieso altijd heel erg mooi. Maar dit is ook wel echt weer een hele fijne. Gewoon wat minder basic kleuren. Ook best wel heftig, al mits is nu aan het spelen. Best wel heftiger dan zeg maar gewoon de standaard nude kleuren. Maar nog steeds heel erg prima voor iedere dag. Mijn favorieten, ja, dat is altijd lastig kiezen. Ik vind Finish Sensual heel erg mooi. Ik vind 180 graden Celsius vind ik heel mooi. Liquid Center, maar die is wel heel heftig, maar vind ik heel mooi. Het zijn echt hele mooie. Ik zal even een matte en een niet matte laten zien. Echt super mooi pigment. Ik gebruik waxpaper eigenlijk altijd in mijn binnenste ooghoek als ik hier een look mee maak. Ik kan het nog even zo laten zien. Hele mooie oogschaduw. Ja, Zuffa heeft gewoon echt hele fijne, mooi gepigmenteerde, goed betaalbare oogschaduw. Nu moet ik mijn hand natuurlijk weer onder zitten. Heel handig. Deze heb ik voor Sinterklaas gekregen en ik ben er echt super blij mee. Dan, en volgens mij heb ik deze wel laten zien, maar voor de zekerheid, shout-out naar dit prachtige palet van Urban Decay. Het Naked Ultimate Basics palet. Ik heb bijna alle Naked paletten, behalve het Naked 2 volgens mij, ben ik compleet. En ook de Naked The Basics vind ik ook prachtig. En dit zijn eigenlijk, hoeveel zijn het er? 12 matte oogschaduwkleuren, of eigenlijk 11, want deze heeft een klein beetje een shimmer. Maar ik gebruik de bovenste rij het meest, vind ik super mooie kleuren. De onderste rij gebruik ik wat minder vaak, omdat dat nou eenmaal, het zijn best wel donkere kleuren, zeg maar. Deze drie, ze zien er nog heel onschuldig uit. Maar als je ze op je ogen doet, denk je echt, wow. Weet je wel, dat is heel mooi. Maar dat gebruik ik niet voor overdag, zeg maar. Ga ik dan toch eigenlijk sneller naar deze. Maar het is echt heel fijn palet. Nou, Urban Decay heeft altijd goede kwaliteit oogschaduw. Vind ik heel blij mee. En ik vind het gewoon een plaatje om naar te kijken. Ik vind het echt, het liefst zou ik het gewoon zo op het dressoir of zo zetten. Niet zo mooi als de Urban Decay Naked. Maar zeker niet lelijk is dit Becca palet. Dit is het Blushed with Light palet. En hier zitten drie blushes in. En die gebruik ik heel erg graag. En ook deze zou kunnen dat ik hem al in mijn november favoriete plaats zie. Maar ik weet gewoon niet meer of ik hem in november of december heb gekregen. Het is in ieder geval deze. Want ik heb ze volgens mij, ik zou het wel moeten weten. Want ik heb het volgens mij met Niels verjaardag gekregen. Ja, het zal erom spannen. Goed. Degene die ik het meest gebruik zijn deze twee kleuren. Omdat dit meer een beetje een bronzy kleur is. Maar ik meng hem ook soms met deze. Vind ik ook een heel mooi effect geven. Het zijn gewoon hele mooie blushkleuren. Ik vind de Becca producten, zeg maar de blush en zo, vind ik heel mooi. Dit is het eerste wat ik ervan probeer. Vind ze heel fijn. En als laatste, want ik hoorde heren al binnenkomen. Als laatste deze. Dit is het Gliss Everyday Oil Elixir. En dit gebruik ik sinds een tijdje omdat mijn haar wat droger is. Ja, je zou zeggen, je hebt er niet veel van gebruikt, maar je hebt er ook weinig van nodig. 1 druppeltje of 1,5 doe ik meestal in mijn punten. En daar worden ze heel zacht en soepel van. En ik gebruik het ook niet hoger dan dat. Gewoon alleen maar eigenlijk vanaf hier naar beneden. En het voelt daardoor heel fijn. Het is voor soepelheid en glans, voor sterk beschadigd droog haar. Ik vind het heel fijn. Ik doe het of op nat haar na het douchen of op droog haar. Als ik zeg maar gedurende de dagen dat ik het niet heb gewassen nog zoiets heb van het heeft even weer wat nodig. Ik vind het heel fijn spul. Oh, daar komt mijn mannetje aan. Dat geregeld waarschijnlijk. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Hey lieverd! Hi, kom je eraan? Sorry voor het abrupte einde.